Iatare, kijk, die, dat wordt nooit wat tussen Iatare en Smit natuurlijk. Maar ik ben het vaak niet eens met Smit. Maar langzamerhand is het natuurlijk wel zover gekomen dat Iatare moet nou eens een kerel worden. En die moet dus Smit zijn neus afvegen om hem te laten zien hoe goed hij kan voetballen. Ja. Want hij kan het voetballen niet verleerd zijn als hij inderdaad verleden jaar het grootste talent op de Nederlandse velden. Iedere Nederlandse topclub zou hem dolgraag in de selectie hebben. En nu wordt hij afgeschreven, eerst door Smit en nu door van meneer Van der Looy. Even luisteren naar meneer Van der Looy, daar is hij, Erwin Van der Looy. Voor die positie waar Movo in aanmerking komt, hebben we heel veel keuzes. Hebben we heel veel goede spelers. We hebben daar Noah Lang, die het in België geweldig goed doet. We hebben daar Cody Gakpo, we hebben Dil Roosun, we hebben Kluivert, we hebben Kadioglu, we hebben Dani de Wit. Dus ik noem zo al 6 spelers op waar hij de concurrentie mee aan moet gaan. Nou, en uiteindelijk hebben we voor andere jongens gekozen. Heeft ook mee te maken dat Mo nog nooit bij Jong Oranje heeft gezeten. En we eigenlijk maar 2 dagen hebben om ons voor te bereiden op de eerste wedstrijd. En dan heeft het toch de voorkeur dat je jongens hebt die weten hoe we gaan spelen. Die weten hoe we willen werken met elkaar. En soms moet je daar wel eens een uitzondering mee maken als je weinig alternatieven hebt voor een bepaalde positie. Maar dat is in het geval van de positie van Mo niet aan de orde. Ja, er zijn veel concurrenten, dat zegt hij daar. Maar goede voetballers, als je het allemaal trouwens zo ziet met dat Jong Oranje. Volgende week spelen we een aantal wedstrijden. Ik was vanmiddag bij hem. Ik zeg, als je nou van tevoren al weet van dat je Kadioglu, Kluivert, Lang, Dil Roosun, die heel weinig speelt trouwens. Gakpo, die en net weer terug is. Kadioglu ook nog eens een keer. Als je die allemaal beter vindt, waarom heb je... Dat wist je toch ook toen je hem selecteerde? In de voorselectie. Waarom heb je hem dan in die voorselectie? Hij zegt, nou ja, als er met een van die anderen wat was gebeurd, dan had hij het wel gehaald. Maar het is wel weer een tik, denk ik. Ja, maar ik vind... Kijk, we hoeven hem niet als een baby te begeleiden. Maar die jongen die is een beetje met zichzelf in de knoei geraakt. De trainer van PSV die stelt trouw al zijn aankopen op. En die vindt hem niet zo belangrijk. Bij PSV laten ze dat toe. En nu de KNVB, die hebben zich gehaast om hem te bewegen om voor Oranje te kiezen. Met Ronald Koeman. Precies. En hij heeft ook de kwaliteiten voor. En nu komt ene meneer Van der Looy, weet je wel, die niet serieus neemt en die komt dan met een opzomming. Hij noemt alternatief op, Johan. Die zijn niet verkeerd, hè? Met Noah Lang, Gakpo. Jawel, maar er zijn ook spelers op andere posities inzetbaar. Het is toch niet dat die allemaal precies daar moeten spelen waar Iatare ook moest spelen. Ja. En al neem je maar bij de selectie om de jongen niet idee te geven dat hij nog meetelt. Dit kan stimulerend werk, dan kan hij motivatie uitpikken, maar hij kan ook helemaal wegzakken. Die jongen die zit op een punt, die moet nu in zijn nekvel gegrepen worden. Maar eigenlijk doe jij dat nu een beetje, hè? Want je probeert hem echt te motiveren. Hij zit nu te kijken, denkt meneer Derksen. Nou, ik denk dat er maar één man hem kan redden, dat is die goeroe van Hans... Van Breukelen. Hans van Breukelen. Stoutjesdijk. Ja, en anders die mevrouw die erbij is. Die twee moeten even nu aan de slag met Mo Iatare. Ja. Zouden ze dat kunnen? Zouden ze het willen? Die mevrouw kan dat. Ja? Is hij ook een Ferrari? Hebben we daar beelden van? Ja. De verantwoordelijkheid die we allemaal hebben om dat geweldig brein, wat vergelijkbaar is met een Ferrari, ook op zijn snelheid te laten functioneren die daarbij past. Rini, dank je wel. Ja, die zou het dan moeten gaan doen. Lijkt die mevrouw geeft je een bakje haver en dan gaat ze wel, hoor. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.